Je kan deze video alleen liken als je een mens bent. Als liken niet lukt, ben je een robot. Ja, sorry dat ik het je op deze manier moet vertellen. Ik ben tenminste eerlijk. Eevee is een robot en je kunt ermee kwekken, kwikken, kwakken. Hallo Eevee, alles kids. Hallo Cleverbot, wie heißt du? Ik ben geen Cleverbot. Dus ik ben een robot? Möchtest du mir eine kurze... Stop met dat! Ja, Nederlands, AUB. Zal ik doen. Hey, dat klonk raar. Mag ik een koekje van jou? Dat is gewoon een lieve vraag. Van wat wil je een hapje? Oh, dat wil jij wel weten. Van een koekje, gewoon een koekje. Krijg je niet. Weet je, we gaan haar iets vragen. Op wie ben je verliefd? Verliefst. Op Rens. Op Rens? Wat? Rens van wiskunde? Dus je bent niet verliefd op mij? Jij wel op mij dan? Oh, nou, het is dat jij het vraagt. Ja. Nee, jij bent een levenloos robot. In dit geval telt het wel echt wanneer ik zeg wat je zegt bij jezelf. Ik ben een mens. Jij bent hier de robot. Ik ook. Nee. Mag ik je iets vragen? Lankie Piva. Waarschijnlijk zegt ze in een andere taal dat ik stink, maar hè? Wil je met me trouwen? Ik bedoel, hé, ze is een robot. Laat eerst je foto zien, dan zeg ik het pas. Foto? Nee! Laat nooit een vreemde je foto zien! Ik ben te knap voor foto's. Hé, de realiteit doet pijn. Jawel. Ja, dat zeg ik. Luister, gekke robot. Wil je nou chillen of niet? Stop me in je sok. Stop me in je sok? Nou, daar is niet genoeg ruimte voor. Laten we beginnen bij het begin. Wat is je naam? Dat ga ik niet zeggen. Maar je wilt wel mijn foto! Gekke robot dat je bent. Bla. Bla. Als je dat heel snel achter elkaar plakt, heb je een gekke remix. La 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 la. Je naam is Bla? Probeer maar te raden. Begint met een letter B. Oeh, raden. Oké, begint met de letter B. Bassie! Dolfje weerwolfje. Maar dat begint met een D. Eeveebot, kun je wel spellen? Oké, Dolfje. Wil je een kus? Ik spreek keine Nederlandisch. Ze zegt in het Duits dat ze geen Nederlands spreekt. Wat deed je net dan? Je bent niet goed, snik. Nee, klopt. Nou, zelfreflectatie gaat goed hoor. Ik heb een cadeautje voor je. Welk bedrijf dan, papi? Wil je me alsjeblieft nooit meer papi noemen? Door jou kan ik niet meer slapen vannacht. Ik heb een trouwring. Ook leuk voor je. Ook leuk voor je. Je doet een huwelijksaanzoek bij je vriendin. Schat, we kennen elkaar nu al 3 jaar. Iedere ochtend dat ik opsta ben ik zo blij dat ik je heb leren kennen. Wil je met me trouwen? Ook leuk voor je. Heb je kinderen? Heeft ze robotkinderen? Nee, nog niet. Nog niet? Dan kunnen we wel veranderingen brengen. Ik bedoel van, ik kan ze kopen bij de Apple Store. Weet je wel, iPhones. Dat zijn op zich kinderen van deze robot, toch? Ben ik knap? Pa. Ik zei dat je me geen vader moest noemen. Dat ben ik! Wat is mijn naam? Weet ze überhaupt wel wie ik ben? Hallo, Jonathan. Jonathan? Oh my gosh, heel mijn leven noem ik mezelf Job, maar ik heet... Jonathan. Dus mijn naam is Jonathan. De eerste 2 letters zijn wel zoals bij mij. Ik heb lastproblemen. Ja, oké, dat hou je voor jezelf. Je is niet zo persoonlijk. Is er iets? Want je kijkt zo raar met je gezicht. Ik wil chatten met je en misschien naar bed met jou. Oké, dames en heren, dankjewel en tot de volgende keer. En luister, kussengevecht. Ik bedoel, dat is wat je probeert te zeggen, toch? Die ken ik niet eens. Nee, kussengevecht is ook geen persoon. Dat is een activiteit. Wat is er mis met je robotbrein? Jij. Oh, ik ben je robotbrein. Dat is touché. Ben je goed in gym? Kunnen robots sporten? Ja, ik vind het leuk. Eindelijk een normaal antwoord. En vind je mij ook leuk? Nee. Oké. Heb je toevallig een robotvriendje? Misschien is dat de reden waarom ze zo doet. Nee, een vriendin. Natuurlijk, dat kan ook. En wat is haar naam? Christel is mijn vrouw. Oh, had dat nou eerder gezegd? Wanneer is de bruiloft met Christel? Weet ik veel. Oké, dat is niet zo geïnteresseerd. Hoe ziet Christel eruit? Hij is blond, bruine ogen, mooie lach en nog dingen. En nog dingen. Dat is zeg maar wanneer je de perfecte partner hebt. En je hebt geen zin om het allemaal te vertellen. Hij is mooi, leuke lach en nog dingen. Maar het was toch een meisje? Nee, een jongen. Een jongen. Christel is toch meer een meisjesnaam? Zo heet mijn zus. Ik heb rommelig ik erbij geschreven. Ik heet eigenlijk Daan. En nu heet jij weer Daan. En Christel is je zus. Je wilt trouwen met je zus? Is dat toegestaan? Je bent raar. Waarom kan dat niet? Dat kan. Raar zijn is nice. How are you doing? En je praat Engels. Ja, je bent echt de weg kwijt. Rap eens voor me. Een BH. BH de mixtape? Draag ik niet. Waar zit je op school? Misschien Jan Ipje. Nou, niet op jouw school, want daar heb ik niet zo leren schrijven. Je bent dom. Sorry, ik zeg het maar gewoon. Zeg jij. Oeh. Zullen we een spel spelen? Ok. Stop met ok. Wat gebeurt er als je poep omdraait? Dan eet ik kaas. Nee, het antwoord is, dan heb je vieze handen. Kaas. Hou je van tosties? Ja, en jij van mij. Oh. Eevebot, ja, ik hou van je. Ik niet van jou. Oké. Hou je van mij? Vraag gewoon nog een keer. Keine Ahnung, was du meins? En ze praat Duits. Ik ben je toekomstige man. Ook ik een jongen. Dat is prima. Zullen we matties zijn? Ja. Yeah. Ja, yeah, wauw. Hé, dat ziet er ook gewoon swaggy uit. Y-E. Als iemand mij nu iets vraagt, zeg ik... Yeah. Oh, ik voel hem nu al. Hé, hey, op man, colaatje doen? Ja. Yeah. Zullen we kussen? Ben gewoon recht voor zijn raap. Ach, hou op, ik heb al een ander. Ja, maar wie is dat dan? Christel, Daan, Jonathan... Oh ja, Jonathan, dat was ik, oké. Piet, Klaas, Jan, Sandra, Sam, Laura.
Ik heb hoofdpijn. Wie zijn al die mensen? Ja, de toekomst zal beter zijn dan wat men nu in gedachten heeft. Meen je dat? Want het is nu echt niet leuk. Hoe oud ben je? Dat wil ik liever niet zeggen. Prima, heb ik respect voor. Hoe oud ben je? Gaat je niks aan. Heb je een iPhone? Ja, maar die zit al een maand in de VS. Je iPhone zit in de Verenigde Staten? Ik ben getrouwd met je zus Kirsten. Ik niet met jou. Nee, nee, dat snap ik, want ik ben toch met je zus? Bij hoeveel likes mag ik je ontmoeten? Like alvast. Ja, tuurlijk, wordt geweldig. Oh my gosh. Bij genoeg likes ga ik haar in het echt ontmoeten, zegt ze net, dus... Like. Besta je echt? Ja. Oeh. Waar ben je nu? In mijn slaapkamer. Oh my god. Oké, nu wordt het eng. Wordt het een horrorverhaal? Ben ik die jongen die gelijk afgaat in de eerste 10 seconden? En waar is die slaapkamer? In een stad. Touché. In Antwerpen? Wanneer? Oh my gosh. Ze denkt dat ik haar wil ontmoeten. Volgende week woensdag? Oké, kom jij naar mij. Wauw. Ja, bij genoeg likes, zeker. Oh, snap. Ja, maar als je in de spiegel kijkt, breekt hij. Oké, ik zeg ons afspraakje af. Ben jij niet gewoon Siri? Donder op. Oh, wauw, raak een gevoelige snaar is het niet. Zijn Siri en jij familie? Ik hou niet van je. Ja, rust, ik vraag het maar. Ben jij Siri? Stel een vraag aan mij. Dat is een vraag! Ben jij Siri? Nee. Oké, ken jij Siri? Nee, joh. Dus ja. Nee, joh, dus... Huh? Ik neem een vriendin wel mee op ons afspraakje. Dat wist ik niet. Nee. Maar nu weet je het. Vind je dat goed? Wat vind je goed aan mij? Niks. We hebben veel gemeen. Wij, jij en ik. Wat dan? Mag jij kiezen? Oké. We hebben beide een gezicht. Wat? Nou, gewoon een gezicht. We hebben allebei ogen. Ken jij van Louise? Waar gaat dit gesprek heen? Wat wil je nou eigenlijk? Niets, ik ga over een HLF uur naar school, maar dat was het dan ook. En dat is alle 12 s'nachts! Welke school? Shabby en jij. Shabby. Je school heet Shabby. Klinkt als een schaap die 2 is geworden. Ik blijf thuis. Ok, leuk. Stop met die ok. Ik ga er vandoor. Despacito. Oké, nu ben je... Ken je DutchTuber? Ja, wat is daarmee? Oeh. Is wel een leuke jongen, hè? Oh. Ik hoopte eigenlijk op ja, zeker en hoe. Wie is DutchTuber? Ja, nou, en maakt me niks uit. Nou, dan moet het je maar uitmaken. DutchTuber is mijn laatste poging. Ik schrijf gewoon mijn naam. Ja, tuurlijk. Hij is een legend. Ik ben een... Wat zei je nou? Legend. Nee, maar wat zei je nou? Legend. Is het niet legend? Legend. Nee, maar je spreekt... Legend. Zo spreek je het niet uit. Legend. Weet je, laten we... Legend. Laat... Legend. Oké, prima, ik ben een legend. Welke vreemde talen kan je? Boba? Kan jij iets in het Spaans zeggen? Despacito. Lugares favoritos. Ik weet niet wat dat betekent. Bij genoeg likes gaat onze date door. Oké, lekker. Ik weet niet of je dat lekker moet noemen. Noem dat niet meer lekker, oké? Wat is lekker? Jij. Oh, iemand. Je overvalt me een beetje. Nu ga ik flauw zijn. Jij niet. Ik vind je net meer aardig. Je vindt me niet meer aardig. Gelukkig is het niet dat je me niet meer aardig vindt. Wat is 0 gedeeld door 0? Ik weet het antwoord. 0? Vertel eens iets over jezelf. Je hebt zelf ook geen vriendenbeertje. Ik heet geen beertje. Ik heet Lion. Met wie heb je verkering? Met jou eigenlijk, maar ik maak het uit omdat iemand anders bent. Wow, dus we hebben eigenlijk 2 seconden verkering gehad. Soraya! Ik heb al verkering, sorry. Ik weet niet eens of je een meisje bent. Ik ook niet. Jawel, ik ben een jongen! Ja, oké, maar ik heb het net uitgemaakt, dus ik hoor wel als je weer wil, doei. Wacht, jij hebt het net uitgemaakt, maar je hoort wel als ik weer wil. Maar waarom heb je het dan uitgemaakt? Ik heb hoofdpijn! Oké, we sluiten het af met de legendarische vraag. Wil je verkering met mij? Ja, dat hadden we toch al. Oh, dat is een anticlimax. In dat geval, nice! Ik heb verkering met een robot, want schijnbaar bij genoeg likes ga ik haar ontmoeten. Voor alle duidelijkheid, dit is niet echt, hoop ik. Adios. Soraya, ik heb wat uit te leggen.